Ja. Het kerstfeest is vooral een familiefeest. En de broers mee komt allemaal tezamen. En hoort eten, lekker eten vooral bij. Nu mensen veel over de wereld reizen en zich vestigen in andere landen, zie je ook dat tradities veranderen. In Nederland wordt al een tijdje minder Sinterklaas gevierd, terwijl het in de Joodse, Hindoes en moslimgemeenschappen komt steeds vaker in de woning een kerstboom staan. Joden, Hindoes en moslims vieren in principe geen kerstfeest. Het is meer het lichtjesfeest. Landen wordt kerst gezien als bovennatuurlijks en ze geloven zelfs in trollen en andere rare wezens. Het grappige is dat het zelfs kan en gebeurt dat in Australië mensen kerstfeest vieren dat hartje zomer is vanwege de temperatuur daar altijd. Dus een slee door de sneeuw kan niet, maar toch een mooie boom. Het kerstfeest, dat vier ik altijd wel. Vind ik altijd gezellig om te vieren. Ja, we vieren het eigenlijk altijd met z'n vieren. Ja, soms ook wel eens met familie, maar het is al een paar jaar geleden. Het ging lekker uit eten in het Indisch restaurant. Maar ja, dat zit er dit jaar helaas niet in. Dus dan moeten we het zelf maar lekker zelf gaan koken. Dus ik ben benieuwd hoe we dat allemaal gaan doen. Ja, en precies dan met mijn ouders en mijn broer. Mijn broer woont niet meer bij ons thuis en die is speciaal bij ons met de kerst. Vier kerst. Normaal gesproken afwisselend. Dus een paar jaar ben ik eens geweest dat het ging gourmetten. Of gewoon thuis lekker eten. Maar nu wordt het natuurlijk anders door corona. Dus ik ben benieuwd wat het gaat worden. Het is nog een beetje onduidelijk. Kleine cadeautjes. Ik heb wel het idee dat ik iets voor mijn zus en voor mijn ouders wil kopen. Misschien een bon van de juwelier of zo. Maar gewoon, ja, ik zit te denken wel een paar. Met Sinterklaas hebben we niks gedaan. Dus misschien nu wel. Fijn kerstfeest allemaal.